Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita op Radio West. Het is hoog tijd om eens even te kijken of we weer een leuke gast hebben in de studio. Dat is zo namelijk. Alleen ik had een mooi muziekje daarbij, maar dat zegt doe het zelf maar. Werkt dit wel? Oh ja, dit werkt wel. Nou, dames en heren, René van Koot in de studio. Jazeker. Oud-collega bij Debbie en Amman. Een van de mannen van Debbie Raukens in dat legendarische radio- en tv-programma. En op dit moment ook... om de hoek hier te zien in het Circus Theater in de prachtige voorstelling Anastasia. Goedemorgen, René. Goedemorgen. Jij mag natuurlijk niet ontbreken in dit festijn van 100 jaar radio. Want wij gaan ook al even terug. We waren net al wat herinneringen aan het ophalen toen Stadsradio Den Haag voorbij kwam. Jij bent een van de eerste mensen die me ooit geïnterviewd heeft. Toen ik nog understudy was, volgens mij. En omdat ik uit de regio kwam. En dan meestal dan loopt iedereen straal langs je heen als je niet de hoofdrol speelt. En ik was toen de vervanger van de hoofdrol. En jij was toen... Ik heb nog een keer een interview met mij gedaan, met Nulaila toen. Gewoon mensen uit de regio. Klopt. Dat is inderdaad. Bij Den Haag FM, Stadsradio Den Haag heette dat toen, waren we natuurlijk heel gespitst op mensen die uit de regio kwamen. Jullie hebben een geweldige première achter de rug met Anastasia in september. De positieve recensies waren niet van de lucht. Wel bijgekomen van al die sterren? Ja, ik moet zeggen dat 8 voorstellingen in de week spelen, dan zit je snel in een lekkere flow. En het is hartstikke leuk. Maar het mooiste is dat ik vind het heerlijk om in het Circus Theater te spelen en elke dag hierheen te rijden. Maar het mooiste is dat de mensen zijn zo enthousiast. En dat merk je als je naar buiten loopt, de reacties van het publiek. Het is heerlijk om daar elke dag te zijn. Juist. En je bent niet alleen daar de afgelopen weken geweest, maar je hebt met Brigitte Heitzer de afgelopen weken koffieconcerten gedaan in de Loerderskerk, naast het Circus Theater. Ja, ernaast letterlijk. Maar echt groter kan het contrast ook niet zijn. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Ja, we hebben vorig jaar een koffieconcert gedaan tijdens Club Loerders vanuit het Zuiderstrandtheater daar toen. En dat was toen een hele roerige periode, want mijn vrouw was toen ziek en ons dochtertje wat veel te vroeg geboren, 26 weken. En we hebben toen dat concert toch door laten gaan. Dat werd een hele bijzondere ochtend. En naar aanleiding daarvan hebben ze bij het Zuiderstrand gevraagd of we er dit jaar 4 wilden doen. Op zondagochtend om 9:45, voordat we om 12:00 de Anastasia voorstelling hadden. En dat hebben we gedaan met elke week lokale gasten, jonge singer-songwriters uit de regio hier, bewerkte liedjes. En dat was ontzettend gezellig en leuk. Mensen, we hebben Haagse bandjes gedaan in de ochtend en de zee als thema. En we hebben er zondag nog eentje. Dat is het thema Circus Theater. Dus dan gaan we van André van Duin tot musicals, tot van alles wat je je maar bij voor kan stellen, spelen en bewerkte vorm. Wat goed. En echt een intieme setting. Dus mensen die lekker... Piano, Billy Malou. Op pedal steel en harmonium en gitaar Ingmar Spy. En van mijn beetje Shifting Daylight. En we hebben gasten. Gaia Akman komt zondag. Milan van Waardenburg vanuit Anastasia. Tessa Suliva komt zondag langs. En alle talenten van de afgelopen weken die mee hebben gespeeld komen nog langs voor 1 liedje. Dus het wordt een hele gezellige boel om 9:45 ochtends. Juist. En daarna allemaal door naar Anastasia natuurlijk. Ja, precies. Het zou zomaar kunnen. Je collega Tessa is ook onderweg. Die spreken we straks. Maar ik wil je ook wel even live horen natuurlijk. Kunnen we dat regelen? Dat je even een moppie doet? Doe ik een liedje wat... nog niet af is. Het heet Early Bird en dat is geschreven naar aanleiding van Sophia die te vroeg geboren werd en voor de stichting Early Birds die fotografie doen van premature kinderen. En het liedje is niet helemaal af, maar dat was Sophia vorig jaar ook niet, dus ik vond het wel toepasselijk om het te spelen. We hebben gewoon de primeur straks. Ja, absoluut. Hoe heet het? Early Bird. Early Bird. Early bird, don't cry. Spread your wings, learn to fly, and find your way home. And fight your way home. Came down here in a storm. On a thunder road, you were born. Now find your way home. And fight your way home. Oh, I know we gotta learn to take it slow. Put our faith in love and the elements giving you a chance to grow. Oh, I know we gotta get through the highs and lows. Keep our faith in love and the elements and in time we'll watch you grow.
early bird, so strong. Sing the world your songs once you find your way home. Once you fight your way home where three wait for one, for you to finally come home.